Jongen, dan zijn we er weer. Zeg, hey, heb je de pest erin of hoe zit dat? Ah, moet morgen weer naar school. Die is gisteren al begonnen. School? Nou jongen, kom jij maar eens even bij mij hoor, hé. Hey. Hupla. Zo, benen bij elkaar. Zo. Armpjes over elkaar heen en net doen als je op school bent hoor, hé. Hey. En dan gaan we gelijk eens met de les beginnen. In dit klein gebied ligt Delfzijl. Delfzijl is de haven van geheel Noord-Nederland. En is tevens doorvoerhaven voor het gebied van de Eems, van de rivier de Eems en het Dortmund-Eemskanaal in Duitsland. Jullie weten natuurlijk allemaal wel wat het voornaamste bestaansmiddel is van Delfzijl. Nou, zeg het eens. Goed, 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 goed zo. En wat doen wij met die schepen, Detmer? Lekker varen, meneer. Voor de landzekerheid, Detmer. Voor de lading, meneer. En wat laden deze schepen dan? Eindje? Aardappelen. Steenkool. Kunstmest. Hoe strook het zo? Het is goed weer behouden binnen te lopen in Delfzijl. Het is goed om na een lange reis weer terug te zijn in je vertrouwde thuishaven. De jongens van de zeevaartschool trekken nog steeds hun zware sloepen door de haven. Hier wordt opgeriemen. Klik! Nog altijd werken de kraandrijvers en de sjouwers even hard om de schepen op tijd de haven weer uit te helpen. Een schip in de haven kost geld. En er komen steeds meer en grotere schepen. Delfzijl is een goede haven om in thuis te komen. Veilig achter de dijk ligt de oude stad. Eens reden hier de slepers karren door de straten. 600 jaar geleden lag hier al de sluis in de Delf, waaraan Delfzijl zijn naam te danken heeft. Al 100 jaar varen de schepen door het Eemskanaal naar Groningen. Al 100 jaar is Delfzijl de haven van het noorden. Ontelbare malen zijn de sluisdeuren opengedraaid en dichtgedraaid en opengedraaid. Voor het hout waar Delfzijl op drijft, voor de steen waar Delfzijl mee bouwt, voor de kunstmestmalerij en het zand- en grindbedrijf die Delfzijlers werk en brood geven. En al jarenlang klaverjassen de landrotten met de zeelieden die door het zoute water nogal dorstig zijn. Die Maroeja weg. Gaan ze wel weg, hoor. Ja, dat zijn wel. Hij was maar blij met die twee extra dagen door die vertraging. Loop je aan de damp in dat hij nou weer naar school moest. Hij doet me niks liever als varen, die jongen. Zeg, maar nou wat anders. Wat spoken jullie daarachter Farmsum eigenlijk allemaal uit? Wat ze daarachter Farmsum uitspoken, kapitein? Wel, daar gebeuren dingen die in het oude, rustige Delfzijl nog nooit gebeurd zijn. Daar groeit het stalige raamte voor een grote industrie. Delfzijl krijgt een sodafabriek. In deze uithoek van het land gonst het ineens van bedrijvigheid. Zet hem er bovenop! Er ontstaat een industriegebied waarvan Delfzijl het hart en de haven zal zijn. Midden in het land, dichtbij de sodafabriek, ligt een bouwput 8 meter diep. Daar komt de derde zeesluis van Delfzijl. Mooier en groter dan de oude sluizen. Het wordt een dubbele sluis, voor zeevaart en binnenvaart. 2 schutkolken van 120 meter lang.
één van ruim 16 en één van 7 meter doorvaartwijdte. Delfzijl heeft grote plannen. Allemaal grootse plannen voor de toekomst. Het zal mij benieuwen wat jullie met die toekomst gaan doen. Wat wil jij worden, Eltjo? Koosterkapitein, meneer. Zijn er hier in deze klas misschien al meer toekomstige kapiteins? Ja, één, meneer. Dat zijn er dus 4. Ja. Weer een schip dat varen moet. Hebt u dat kunnen verstaan? En wil u er even aandacht aan schenken om het ruim goed schoon te maken? Het ruim moet goed schoon. Over. Varen en laten varen. Delfzijl leeft van de scheepvaart. Ja, heb ik goed verstaan. En niet vergeten om die broker op de hoogte te houden, want dat kan soms een halve dag of een dag uitmaken. Nou, dat is alles van deze kant, kapitein. Ik wens u goede reis. Delfzijlers werken op de scheepvaartkantoren, in de haven, op de zeevaartscholen, de motorenfabriek en op de scheepswerven. De scheepsbouwers van Delfzijl en van de hele provincie Groningen willen graag grotere schepen bouwen. Maar dat kan nog niet. Het Eemskanaal en de bruggen zijn te smal. Iedere keer weer is het een riskante onderneming om een nieuw schip zonder schade aan de romp en de kanaalbruggen naar de haven van Delfzijl te loodsen. Meestal houden ze aan stuurboord en bakboord niet meer dan 5 centimeter over. Deze schepen kunnen elkaar nog passeren, maar voor grotere schepen geldt eenrichtingsverkeer. En daarom wachten de scheepsbouwers met ongeduld op de verbreding van het Eemskanaal. De vaargeul wordt 24 meter breed en de bruggen krijgen een doorvaartwijdte van ruim 16 meter. Bij de zeesluizen wordt de diepte al op 5 meter gebracht. Langs de oevers van het Eemskanaal vormen de Groninger ommelanden het vruchtbare achterland van Delfzijl. Het landschap van de ommelanden is in de loop der jaren weinig veranderd. Maar het oude land wordt met moderne machines bewerkt. Machines die het werk van vele landarbeiders doen. Ja, dat zal een hele overgang voor u zijn, zoveel platteland naar de fabriek. Het lijkt me ook het beste dat u eerst maar eens even rond gaat kijken. U zult wellicht wat kennis ontmoeten. En als u die gesproken hebt, kom dan nog even terug. Dan praten we rustig verder over de voorwaarden die hier zijn. En dan kunnen we verder zien wat u wilt. Afgesproken? Goed. De machine verdreef hem van het land. Zal de machine in de stad hem een nieuw bestaan kunnen geven? Delfzijl moet aan veel mensen een bestaan geven. Delfzijl wil industriestad worden. Maar industrieën vragen ruimte en verbindingswegen. Het Eemskanaal krijgt een nieuwe arm die om Farnsum heen uitkomt op een zeesluizencomplex. De zeesluizen geven toegang tot een uitbreiding van de bestaande haven. De sodafabriek die hier gebouwd wordt, krijgt de beschikking over een nieuwe buiten- en binnenhaven. Door een brug over de oude haven wordt de spoorwegverbinding van de bestaande havenkade doorgetrokken naar de nieuwe industrieterreinen met een oppervlakte van honderden hectare. Over deze brug loopt ook de nieuwe Rijksweg die de industrieterreinen verbindt met Delfzijl en Winschoten. Destillatiekolommen, kalkovens, ketelhuizen, pompen, pekelreinigingsinstallaties, compressoren, reactiekolommen, laboratoria, magazijnen, kantoren, een elektrische centrale, kortom, een sodafabriek. En waarom juist een sodafabriek?
omdat vlakbij in de Groninger bodem de grondstoffen voor het grijpen liggen. Boringen in het Tranendal achter Winschoten leverden zoutlagen op zo uitgestrekt dat het bouwen van een sodafabriek verantwoord bleek. En omdat de afvalstoffen via de Eems ver in zee geloosd kunnen worden, is Delfzijl de aangewezen vestigingsplaats. Ook voor de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, met een zoutfabriek en een elektrolysebedrijf voor vloeibaar chloor en natronloop. 180.000 vierkante meter bedrijvigheid. Het begin van een nieuw industriegebied. Rondom Delfzijl wordt de weg voor de toekomst vrijgemaakt. Langzaam kruipt het Eemskanaal naar de nieuwe zeesluizen. Duizenden kubieke meter zuigende klei worden hap voor hap, vrachtwagen na vrachtwagen, uit de weg geruimd. Het eerste brugdek ligt klaar bij het sluizencomplex. Op deze plaats zullen de nieuwe land- en waterwegen van Delfzijl elkaar ontmoeten. Vier bruggen over de ingangen van beide sluizen moeten het wegverkeer ongehinderd over dit kruispunt leiden. Potklei en blubber, gebaggerd uit de binnenhaven, gegraven uit de bouwputten, door baggermolens opgediept uit het Eemskanaal. Al die grond wordt door de perszuigers uitgestort over de honderden hectaren die opgehoogd worden voor de industrie. Bij al deze industrialisatie, meneer de voorzitter, is er één ding dat me erg benauwt. Enige honderden werknemers bij de kabelfabriek. Vele honderden straks bij de soda-industrie en wat er verder nog bij komt. Ik zou een duidelijk antwoord willen hebben op de vraag: hoe BMW zich voorstellen al deze mensen tijdig onder dak te brengen? Ik dank u. Ja, dames en heren, ik kan u zeggen dat het tempo van de woningbouw bepaald niet onbevredigend is. Wij zijn erin geslaagd om in een periode van 3 maanden een 60-tal gezinnen van de kabelfabriek in nieuwe woningen te huisvesten. Het grootste probleem is, geloof ik, de industriële ontwikkeling voor te blijven. Dat wil zeggen, nu geen ondoordachte dingen te doen. Onze richtlijn bij dit alles zal steeds het structuurplan moeten zijn. Kijk, u ziet dat de industrieterreinen alle zijn gelegen aan de oostzijde en zuidoostzijde van de oude stad. Terwijl de woonwijken zijn geprojecteerd aan de noordzijde en aan de westzijde. In deze nieuwe woonwijken is zeker plaats voor een 20.000 inwoners. Het gemeentebestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid. Delfzijl moet ervoor zorgen dat tijdig goede woningen beschikbaar zijn voor zijn nieuwe burgers die in de stad een nieuw bestaan zullen vinden. Het lijkt of de winter het werk om Delfzijl heeft bevroren. Maar de sodafabriek produceert al. En ondanks de vorst gaat het werk aan de brug over de haven door. Want de fabriek heeft de spoorwegaansluiting dringend nodig. De sluizen zijn vrijwel klaar. Het inhangen van de deuren is de laatste fase van het karwei dat 1,25 miljoen manuren heeft gekost. Hardhout. Dat één man de vloeddeur bewegen kan, bewijst dat hij goed in de hengsels hangt.
Maar de sluisbouwers zijn niet klaar voordat hun werk onder water staat. Pas in de zomer zijn de andere werken zo ver gevorderd dat de sluis met het water kennis kan maken. Enige maanden later is de verbinding met het Eemskanaal voltooid. Nu kunnen sluizen en bruggen het materieel doorlaten waarmee de weg naar zee gebaand moet worden. Aan de zeekant maken dijkwerkers uit Sliedrecht de beschoeiing van de nieuwe dijken die het zeewater naar de sluizen zullen leiden. De nieuwe dijken worden gebouwd om een oude dijk te kunnen slopen. Bij de nieuwe monding van het Eemskanaal moet de zeedijk doorgegraven worden. Nadeloos vreet de baggermolen zich een weg naar zee. Een nieuwe weg voor de schepen van straks. Nieuwe schepen voor de zeelui van morgen. Bij de nieuwe koers hoort natuurlijk een nieuwe miswijzing. En om die miswijzing uit te kunnen rekenen, moet ik jullie een nieuwe deviatie opgeven. Die nieuwe deviatie is +2 graden. Dus probeer die maar uit te rekenen waar het schip op een kompas moet gaan sturen van Borkum, van de Schellingenbank naar het vuurschip Borkum Rif. Dus let wel, de deviatie is nu +2 graden. Ook Delfzijl berekent zijn nieuwe koers. Maar hier gaat het om de toekomst van tienduizenden inwoners. De nieuwe koers is in het leven van veel Delfzijlers een ingrijpende verandering. Ze moeten zich in de stad thuis gaan voelen en langzamerhand vinden ze een levensstijl die bij hun nieuwe omgeving past. Voor de kinderen gaat dat vanzelf. Voor hen hebben de grote mensen dan ook hun plannen gemaakt. Of ze er blij mee zullen zijn. In de nieuwe scholen wordt nog hetzelfde onderwijs gegeven. Maar meneer heeft er de nieuwe omstandigheden in verwerkt. Om iedere dag 500 ton soda te maken, zal de fabriek nodig hebben 100 ton stookolie, 40 ton koks en 600 ton kalksteen. Nu moet je eens goed opletten. Hoeveel schepen van 200 ton zullen hiervoor geladen en gelost moeten worden. Nou, wie weet het? Okko, zeg jij het maar eens. 6 schepen, meneer. Uitstekend, Okko. Dat betekent dus dat er iedere dag 6 schepen meer in de haven geladen en gelost zullen worden. Ja, kapitein, er is weer veel veranderd sinds de vorige keer. Kijk, dat hebben ze gedaan achter Farmsum. De spoorlijn, de wegen, de nieuwe buitenhaven, de industrieterreinen, de sluizen, de fabrieken. Delfzijl is een springlevende stad, kapitein, en het groeit. Thank you.
15 april 1959. De minister van Verkeer en Waterstaat stelt de sluizen officieel in gebruik. Een nieuw schip verlaat een herboren stad. De proefvaart begint. Nog talloze schepen zullen de haven verlaten naar alle windstreken. Maar Delfzijl heeft zijn koers bepaald. Daar ga je, Delfzijl. Behoud de vaart.